Ja, vandaag is toch wel een heel bijzondere dag. De première van onze tour is er nu. Het was de eerste keer dat we mensen in de zaal terugzagen na hele lange tijd. En dat was wel intens. We hebben er hard naartoe gewerkt. Er zijn heel veel uitdagingen geweest, ook met COVID. En we zijn vooral heel opgelucht dat het gelukt is. Maar het blijft natuurlijk wel een heel emotionele show. Want we nemen toch elke keer een klein beetje meer afscheid van Klaasje. Persoonlijk ga ik Klaasje haar positiviteit, haar prettig gestoord kantje en haar woordgrapjes missen. We waren met z'n drieën gewoon een heel sterk team. En dat gaat wel vreemd zijn dat in de toekomst anders zal zijn. Maar ik ben benieuwd wat de toekomst gaat brengen. Ik denk, als de agenda het een beetje toelaat, dat wij zeker elkaar gaan blijven zien. Ik ben er ook van overtuigd dat Klaasje wel eens naar een show gaat komen kijken en naar gelang wat zij gaat doen, dat wij ook echt heel erg ons best gaan doen om naar haar te komen kijken. Het is ook in de show gezegd geweest, die 6 jaar, dat vergeet je niet zomaar. Dat zijn herinneringen en liefde voor het leven, dus wij gaan elkaar blijven zien.